Wat is uw affiniteit met kunst? Nou, ex-wethouder, en daar heb je het meteen eigenlijk goed gezegd. Ik had in mijn portefeuille onder andere kunst en cultuur. En toen ik daarna, na mijn periode, gevraagd werd om wat voor die organisaties die kunst en cultuur eigenlijk in hun vaandel hebben, om daar wat voor te doen, heb ik meteen ja gezegd. Want die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Ja, ik vind het heel erg mooi om telkens te ontdekken en verrast te worden. Als je zo hier ook langs loopt en je kijkt al die bijzondere werken. En je probeert je in te denken hoe mensen ertoe gekomen zijn. Soms vertellen ze daar zelf ook wat over. Dan wordt alles eigenlijk heel bijzonder. En dat leert je ook om op een andere manier naar de wereld te kijken. Dat vind ik eigenlijk nog wel het mooiste. U bouwt zeg maar een soort droombeeld op in de kunst zelf. Eigenlijk is een mooi kunstwerk net als een boek. In een boek staan allemaal woorden en die nemen je mee naar een andere wereld. En dat kun je met een kunstwerk ook. Ik ga het toch vragen, heeft u niet stiekem toch ergens een voorkeur? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat nadat ik mijn wethouderschap had afgesloten, ik heel voorzichtig is aan het edelsmeden ben gegaan. Dus ik heb wel bijzondere belangstelling voor de edelsmeden in ons gezelschap. Dat is eigenlijk een ambacht op zich. Dat zeg je heel mooi. Dat is een ambacht. Hè. Daar moet je heel, heel, heel veel vakmanschap voor laten zien. En ik vind dat wel, het heeft wel net iets als yoga. Zoiets heel ontspannends als je daarmee aan het prutsen mag ik niet zeggen natuurlijk. Want het is echt een ambacht. Het is heel serieus. Maar het is echt heel precies werk. En dat is wel mooi, een soort meditatie.